Oké. Daar gaat hij dan. Ha! Haha! Oh shit, shit. Ik ben er niet. Ik ben niemand. Ga weg. Oh my god, ik ben gewoon bij het lege terrein. Ik stijg gewoon te lopen. Oh my god, dit is een boot. Ik ga erheen. Ik zie een ladder. Ik zou er wel niet op mogen, maar oké, ik ga er gewoon op. Oh, deur. Ja, zo. Oké, even kijken wat er allemaal is. Want ik heb geen idee wat er is en ik durf ook niet echt rond te lopen, maar ik doe het gewoon. Hier loopt het volgens mij dood. Ja, ik ga de andere kant wel even op. Oh my god, ik hoop niet dat ik gepakt word, want dan zit ik gewoon jaren vast, denk ik. Oké, camera's, daar hangen wel camera's, shit, helikopters in de lucht. Oh my god, oké, wat is dit? Wat is dit? Een gat. Oh my god. Oké, een heel groot gat. Oké. Oh jee! Wat? Wat is er gebeurd? Was dat een droom? Wat de... Oké, ik ben heel duizelig ineens. Ik heb heel slecht geslapen. Oké, ik probeer van het bed te... Oh. Hé, ik voel me een stuk beter ineens. Wat was dat? Wie was dat? Volgens mij was dat... Was dat Kai? Kai-tijger? Volgens mij wel. Oké, nou, het zal wel. Het was gewoon een droom, geloof ik. Ja, want ik loop hier nog steeds rond natuurlijk. Ik ben nog steeds niet vrij. Ik ga toch eventjes... Hallo. Ik ga toch even kijken... Hallo, allemaal kaart. Of hij toevallig hier is. Want ik wil wel even weten of het nou echt een droom was of niet. Oh, wacht. Oké, wacht. Wacht, ik moet even terug naar mijn cel. Ik heb namelijk iets... Ik ga hem gewoon terugpakken. Of het nou een droom was of niet, ik ga hem gewoon terugpakken. Dat lijkt me echt een supergoed idee. Wacht, ik heb allemaal spulletjes. Die ga ik allemaal pakken. Niemand die weet dat het hier zit. Oh, dan moet ik niet weer omhoog. Huppakee. Oké. Kijk, ik heb gewoon van alles. Deze ga ik opzetten. Oh, dan moet ik wel mijn helm af. Lekker slim. Zo. Niemand die me herkent. Echt niemand. Oké, dan neem ik deze mee. Oké, dan heb ik in ieder geval een reserve. Deze... En deze? Oké. Ik ga hem gewoon steken. Ik ga het gewoon doen. Hij heeft mij ook helemaal... De hele nacht heeft hij verpest. Want... Ik werd gewoon wakker daarvan. Ik had gewoon een nachtmerrie, ja? Oké, hij moet teruggepakt worden. Wacht. Wacht. Hij is wel van het leger, hè? Dat is misschien wel heel gevaarlijk. Maar oké, het maakt me niet uit meer. Hallo. Ik heb niks ernstig bij me... Ik heb wel een bivak op, shit. Dat zien ze natuurlijk wel. Shit. Ik moet heel snel. Oké. Daar gaat hij dan. Ha! Oh shit. Nou? Shit. Ik ben er niet. Ik ben niemand. Ga weg. Oh shit, ik moet nou snel weg. Shit, ik ben echt zo dom. Nee. Nee. Versterking. Wat gebeurt hier? Ja, deze persoon die pakt me opeens met zijn mes. Blijf daar, Martje, nu. Ik ben niemand, want ik heb een bivak op. Je kan niet zien wie ik ben. Wow. Ga dood. Daar blijven. Wow. Nee. Afstand graag. Een bivak met zelf. Nee. Bivak met zelf, nu. Hey. Nee, auw. Oké. Rustig. Het is toch al warm met zo'n ding op mijn hoofd. Oké. Afzetten. Ja, hallo. Hoe konden we het weten, Kai? Hallo. Ik heb honger. Het is zo warm met dat ding op. Maar, hi. Ik heb niks gedaan trouwens. Dat was iemand anders, die is nou net weggerend. Die net hoor ik op diezelfde moment. Die bieven moet altijd als jou. Toevallig. Heel toevallig. Oké. Ik faal altijd. Nou, nee. Wacht maar. Ik ga jullie allebei pakken. Hey. Ja? Afstand. Nee. Afstand. Laat je messen vallen. Nee, ik laat ze niet vallen, want dan kan ik niet meer steken. Afstand, Martje. Drop die messen nu. Dat is ook niet wat je wil. je nog langer zit. We willen geen agressie gebruiken, dus hup, inleveren nu. Ik wil ook geen agressie gebruiken hoor. Echt. Dan leef je ze mooi in, hup. Ik kan je ook nog één keer steken, hè? Oké, maar mag ik uitleggen waarom? Kai heeft mij gewoon geslagen, ja? Op de lege basis. Hij heeft me gewoon geslagen en dat pik ik gewoon niet. Ik ben in een heel groot gat gevallen en dat doet me zoveel pijn. Ik pik dat gewoon niet. Lege basis? Je zit hier al een maand of zo. Ja, hoe wil jij op de legerbasis zijn en in een gat? Ja, dat heb je me toch echt ingeslagen op die boot? Dat weet je zelf ook wel. Boot? Ja, die boot. Die grijze boot bij het leger. Nou, ik ben jou nergens op een boot tegengekomen. Martje, gaat het wel goed met jou? Super! Ja. Ben je hallucineren ofzo? Volgens mij draai je gewoon door omdat je hier al zo lang zit. Is dat echt zo? Doe de messie eerst weg. Ja. Hoe moet dat? Ik weet niet hoe het werkt. Maar... leef anders maar gewoon even in. Ja. Oh, oké. Anderen ook graag. Dankjewel. Dan nemen we weer mee naar deze weer zo. Maar de biedt nog maar trouwens. Heb je die ook nog bij of niet? Nee, die heb ik weggegooid. Kijk, ik heb mijn eigen helmpje weer. Nou, dan gaan we weer even in de ICD zijn van de vets. Wow! Wow! Oh, nou, sorry. Dat is toevallig. Nee. Heb die maar hier. Leef die ook maar even in. Ja, maar dat is mijn kussentje eigenlijk. Ah, dan heb je allemaal voor je kussentje. Die moet je gewoon inleveren. Ja, en hier hebben we ook eens op kussens. Dankjewel, Martje. Nou, alsjeblieft. Nou, loop je mee? Gaan we naar isoleercel toe, wat gezellig. Hup, lopen. Ja, ik wil even eten. Golden carrots? Nee joh! Hoe kom je daar nou weer aan? Nee, nee. Ik had gewoon honger. Ik probeer wel aan de fantasyveld. Oh. En het is ook day. Ik loop er gewoon al heen, want ja, ik wil eigenlijk eerder vrij. En ik hoop dat dit echt gewoon niet meetelt. Wat denk je zelf, Martje? Je steekt een leger, een soldaat, weet je? Kan echt niet. Doe maar eens door. Hup. Ik wou springen. En jij duwt me. Waar is het? Hier? Hier. Oh, sorry. Vandaar is het groen. Ja, klopt. Ik ga even overleggen met Maarten over iets. Oké. Kai. Ja? Het was toch niet een droom? Ik was er echt op de lege basis. Ik heb jou nergens gezien. Ik heb... nou... en... dat betwijfel ik ook, want je zit hier al maanden, lijkt het wel. Ja, maar ik heb toch... oh, hoe kan het dan dat het zo echt leek? Het is toch... nou... ik weet het ook niet meer hoor. Ik draai gewoon door. Ik wil gewoon uit de prison, ja? Ik wil hier weg. Nou, wanneer mag je vrij? Ja, dat weet ik toch niet? Nee, ik ook niet. Ik ben laatst uitgebroken met David. Ja, dat sindsdien... heb ik gehoord, inderdaad. Ja, sindsdien moet ik volgens mij echt zo lang. Ja, maar dan moet je dat toch ook niet doen? Ik werd gedwongen door hem. Hoi, daar ben ik weer. Oh, hallo. Ja, Martje hoort hier dus niet. Ze gaan naar high security. Wat? Oh. Nou wat? Oké. High security. Ik ben niet high class. Nee, nee, dat niet, nee. Maar je moet wel op een schaarverrechte locatie zitten. Hup, lopen. Waar moet ik heen? High security. Ja, wat is dat? Zwaar beveiligde isoleercel. Zwaar waar niemand komt. Zwaar beveiligd. Wat? The fuck? Zwaar beveiligd. Ga nog maar even op de plaats staan. Ga maar even op de plaats staan, Martje. Maar ik heb niks. Nou, ga dan nog even op staan, dat je toch niks hebt, weet je? Zie? Nog een keer, 2 keer graag. Ik heb echt niks. Nou. Ja, zie? Dan probeer je wel bij high security nog een keer voor zekerheid kijken. Ja, ik heb echt niks bij me hoor. Leg ze allemaal, Martje. En de wiet is op. Had je ook nog wiet? Ja, de vorige keer toch? Wie leeft het allemaal nou in dan? Waar gaan we heen? High security, kom maar mee. Ja, ik weet niet wat dat is. Ja, het klinkt als een hotel met heel veel luxe dingen. Was maar een hotel, Martje. Hé, ik krijg altijd die... nou, ik zit vast in die deur. Nou, kutdeuren. Ja, waar gaan we heen? Hier naar boven via de lift. Lopen, Martje. Doe die eens open. Oh, sorry. Hallo. Nee, nog eentje helemaal omhoog. Oh. Oh. Hier doorheen? Nee, helemaal omhoog. Nee, naar boven. Oh. Auw! Hey, moet je doorlopen? Ja, ik liep door, maar Kai stond nog in de lift. Oh ja. Wauw, liftstuk. Nou, daar heb je. Nog eentje, dan moet ik nog maar boven. Ja, maar jeetje. Oké. Ben ik omhoog gegaan? Dus ik ben, nee, ik ben omlaag gegaan. Oeps. Oh. Ik ben al bijna. Ja hoor. Het kan toch geen kant op. Nou, lift. Hallo, poes. Ik ben allergisch voor poezen. Ja, sorry. Waar gaan we heen? Het is, neem je huisdier mee naar je werkdag. Nou. Dat doet de politie dus ook elke dag. Oh. Ja, maar ja. Waar gaan we hierheen? Ja, naar beneden. Moet ik hierheen? Zeker. Watje. Ja, maar wat zit hier dan? Niks, maar je hoeft niet op te zien. Oh, oké. Maar ik wou gewoon even kijken. Wacht eens even. Ik ga even stiekem in iemand anders' cel kijken. Want ik heb nog toegang tot andere mans cellen. En dan gaan we gewoon kijken wat er allemaal in zit in die plots. Oh. Niks. Oké. Dat valt alweer tegen. Nou heb ik nog een celletje waar ik in kijk. In die van Frans. Oh,